Topspeed wordt mede mogelijk gemaakt door Corporate Fashion Industries, GA Motorsport, Olympia Regio Zeeveld en State of Art Menswear. Welkom bij Topspeed en welkom op het circuit van Spa-Francorchamps, het bevroren circuit van Spa-Francorchamps. En wat het vandaag moet worden, ik weet het niet, want we rijden hier de eerste races van het seizoen in de Special Open Trophy. Dat is een endurance van 150 minuten en over een uurtje gaan de kwalificaties beginnen. Als die gaan beginnen, want met sneeuw is het natuurlijk niet te rijden. Het is weliswaar natte sneeuw, dus we gaan sowieso de regenbanden erop zetten en misschien gaan we even naar buiten. Voor mij zal dat dan betekenen dat ik helemaal niet ga proberen om een snelle tijd neer te zetten. Ik wil die auto op de baan houden en met een endurance is dat ook niet zo erg. Want ook al zou je achteraan staan uit veiligheidsoverwegingen, je hebt 150 minuten om dat dan een beetje goed te maken. Dat is ook de eerste keer dat ik met een wintermuts op een racedag verschijn. Dus ik ben echt benieuwd wat het gaat worden. Hier wordt ontbeten en zijn de inschrijvingen. Dus we gaan even kijken of de mannen van ons team er al zijn. Slechte omstandigheden op een van de mooiste circuits van Europa, Spa-Francorchamps, waar het sneeuwt met een temperatuur tussen 1 en 3 graden Celsius. Het is aan race-directeur Danny Dubois wat er vandaag gebeurt, of niet. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu à Francorchamps pour la première meeting de notre championnat. Je suis Danny Dubois. De race-directeur beslist dat zowel de vrije training als de kwalificatie worden verreden. En in dit geval worden tijdens de briefing niet alleen de regels doorgenomen, maar aan de rijders ook gevraagd om extra voorzichtig te doen voor henzelf en voor anderen. Zo, mijn omkleden. Dit wordt echt een hele aparte ervaring. Racen in de sneeuw, wie bedenkt het? Terwijl ik me omkleed, maken de monteurs de Radical SR3 met een 1,5 liter Hayabusa motor waarin ik vandaag rijd klaar voor de eerste vrije training. En omdat winterbanden voor dit soort auto's niet bestaan, moeten we het met regenbanden doen. Dan gaan we, Mars. Ja. In de sneeuw. Ja. Geweldig. Maar ik ga twee rondjes. Ja. Dan ga ik weer naar binnen. Okay. Racewagens zoals deze prototypes hebben geen enkele elektronische hulpmiddelen zoals ABS of ESP, dus zelfs het kleinste foutje wordt afgestraft en daarom is racen op koud en besneeuwd asfalt extra gevaarlijk. Want de banden zijn op geen enkele manier op temperatuur te krijgen. Het achterste gedeelte van het circuit is ook het hoogste gedeelte en naast de baan ligt daar zelfs nog verse sneeuw op het taluut. Dit is ook het meest verraderlijke gedeelte van het circuit, want je gaat hier flink naar beneden, dus iets te veel gas en je gaat rond. Normaal gesproken is de dubbele linkse bocht vol gas te nemen, maar vandaag is dat onmogelijk. Er is geen droge lijn tijdens de training waar we proberen de grens van de banden op te zoeken. En ook al rijden we op regenbanden, het compound wordt niet warm en dus week met 3 graden Celsius. En daar is het duidelijk mijn grens. Iets te veel gas bij het uitkomen van de bocht en ook ik ga rond. Mooie 360. Na een spin is het belangrijk om zo snel mogelijk weer op snelheid te komen, anders koelen de banden weer helemaal af en moet je opnieuw beginnen met de opbouw. Veel auto's gaan rond tijdens de training, maar er zijn gelukkig geen grote schades. Team Maton Verkoelen wacht me op in de pitstraat en is benieuwd naar mijn ervaring.
ben niet echt tevreden en wil nog een keer terug naar buiten. Ik moet nog een keer naar buiten, want ik heb het zo best aangedaan, maar die temperatuur blijft om 6 uur halen. Ik heb alleen maar gele vlaggen gezien. Al bij de warming-up, het is zo glad. En ja, eigenlijk iedere ronde gingen er wel 1 of 2 gingen er ergens rond. Dus echt een goede tijd. Al zou je het willen, kan je sowieso niet neerzetten. Want ja, je moet overal moet je inhouden. Het is nu zelfs code rood, dus dat betekent dat er eentje goed af is gegaan en de kwalificatie is gestopt. Maar ja, eigenlijk voor. Ik heb hem niet zo ver laten komen dat ik hem dat mijn achterkant weggleed. Ik heb hem echt ingehouden. En dan kunnen we in ieder geval starten in de endurance. Ik ben benieuwd. Ik hoop wel dat het beter gaat worden, want het is al met je billen dichtgeknepen in die auto zitten. Ja, ik ken hem al een beetje, dus ik weet dat je niet te agressief moet zijn. Ik heb de tweede tijd in onze klasse neergezet en de teamleiding vindt het daarom niet nodig om nog een keer de baan op te gaan, dus mijn training zit erop. Favoriet voor de overall overwinning zijn de 2 Wolf Racing Cars die gemanaged worden door Bas Koeter Racing. En 1 van de 4 rijders is Henk Hanen. Dit is geweldig. Dit is voor mij fantastisch. Het is een droom. Het is voor mij de eerste keer dit jaar dat ik met Wolf mag rijden, met name in de regen. En het is een fantastische auto. Ik rijd er ontzettend graag mee. En, hij is laag, hè? Hij is erg laag, maar ja, weet je wat het is? Het is ook een auto die maar 500 kilo weegt. Er zit een 2 liter motor in, een Honda motor. Iets meer dan 200 pk, dus dat is mooi. En het is een auto waar je erg veel... Dus het lijkt een beetje op een Formule auto. Formule 3, een Formule Renault. Een beetje dat idee heb ik. Dat is gewoon mooi rijden. Hoe ging het in de kwalificatie? De kwalificatie was niet slecht. Had beter gekund. Ik sta nu op P3. Ik denk dat het P2 ingezeten zou kunnen hebben. Maar we hebben een beetje last van overstuur. En met name in de snelle bochten heb ik het wat rustig aangedaan. Om te voorkomen dat we dingen in de hek zetten. Dat is voor de eerste keer. Dus dat wil ik niet. Je rijdt met Naomi. Een talent, hè? Naomi is heel erg goed. Naomi die komt uit de kart. Ze is Zuid-Afrikaanse. En ze rijdt heel erg goed. En voor haar ook voor de eerste keer hier. En ik denk dat het goed komt. De Naomi waarover Henk het heeft is Naomi Schief, een jonge Zuid-Afrikaanse die voor het eerst in een Wolf rijdt. So far it's going okay. I still have quite a lot to learn, but I'm learning every time I go out. I learn, I go quicker and quicker and quicker, so it's going good. And the circumstances are not ideal. At the moment it's a little bit wet and snowy outside, but yesterday it was fine. It was cold, very cold, but yeah, luckily it was dry. Hopefully this afternoon we'll see a little bit of better weather. Tomorrow it's going to be good weather, so it should be good. En dan zijn er ook nog de tweelingbroers De Val uit Italië in de tweede Wolf. Het is alleen moeilijk te zeggen wie nou Stefano en wie nou Nicolai is. Today is very strange because we have got a very very strange weather condition. So we don't know what type of tire we are going to start. Because we have got 3 types of tires. We also have got the intermediate, which we never use, so we are in trouble with that. So we don't know, because we know the slick very well, but the intermediate maybe are more appropriate, but we don't know them. We don't know how long they will last. So we're thinking, we are watching the sky, we hope that it will clear us up. So. Dan is het tijd om richting de startgrid te gaan en ons team besluit dat we op slick starten. Want het slaat binnen een half uur om naar droog weer. Ik ben niet echt blij met die beslissing, want ik moet dus de eerste ronde op sliks rijden in natte sneeuw en dat neemt dus nog meer risico's met zich mee. Maar ik snap ook dat wanneer we op regenbanden weggaan en het droog wordt, deze binnen een paar ronden opgebrand zijn. Zware beslissing dus. Aan boord bij Henk Hanen in derde positie bij de rollende start. Voor hem de Duitse Stefan Renkopf in de Radical SR8 en Nicolas De Val op pole. Maar de Radical gaat achter de pacecar aan de pitstraat in, dus het zijn de 2 Wolfs die aan kop starten. Wachten op het groene licht met de 2 Wolfs aan kop. Royaal aan kop natuurlijk nu de Radical SR8 van Renkop weg is. We gaan daar Lassoers in. Die is bijna 180 graden. En dan gaat het naar beneden naar een van de snelste en gevaarlijkste bochtencombinaties ter wereld, Eau Rouge en Radion. Ik ben benieuwd wat ze daar gaan doen, of ze de curbstones raken of niet. Maar ja, ze gaan er gewoon overheen en dat is linker onder deze omstandigheden. Dit is het gevaarlijke gedeelte en Hanen verliest daar bijna de controle, maar corrigeert en gaat wel rechtdoor en verliest daar snelheid, maar ook Nicolas De Val gaat rond. Hanen blijft rustig en ontwijkt De Val en gaat een kop. De Val heeft gelukt en dat terwijl de Wolfs de enige 2 wagens met intermediate zijn. Dat is heel gevaarlijk.
Het lagen continu droge plekken, natte plekken door elkaar. Een beetje de ervaring laten spreken. En ging gewoon nog slechts. Ja, we hadden er intermediates op gezet. Dat is de truc. Mag ik misschien niet zeggen. Nee, ik dacht al, jullie gaan zo hard. Het ging hartstikke goed. We hadden goede banden eronder liggen en dat was de juiste beslissing om intermediates te pakken. Het is eigenlijk was te droog voor slicks. Te nat voor slicks. Sorry, te nat, ja. En we hebben een goede keuze gemaakt. De start nog een keer vanuit de wagen van Benny Goossens in vijfde positie. Bouwt daar goed op richting Lasoers, die eerste bocht die vooral beroemd is om de start. En gaat daar de Radical mooi aan de binnenkant voorbij en de Goossens ligt vierde. Dit is een heel snel gedeelte, want het gaat hier flink omlaag richting Eau Rouge en eens kijken hoe Goossens dat gaat doen. Blijft weg van de curbstones en kiest een veel veiliger en rustiger lijn door iets eerder naar rechts te gaan. Goed gedaan van Goossens en daar zien we ook Nicolas de Val die opstart na zijn spin. Wordt ingehaald door Benny Goossens die nu derde ligt. Maar ik denk niet dat het lang zal duren voordat de Val hem weer inhaalt. En zo ziet het er vanuit de Val's auto uit. Het gaat daar over die curbstones en dat moet je onder deze omstandigheden gewoon niet doen. Kijkt Henk Hane recht in de ogen en maakt een mooie 360. Hane daar is zeer cool en gaat aan de leiding. De eerste rondes zijn moeilijk voor alle rijders hier op het circuit van Spa-Francorchamps, maar dan komen er toch wat droge lijnen en wordt het iets minder gevaarlijk. Terwijl ik ook de Eau Rouge met een veilige lijm neem. Ga daar ook even van mijn gas af en blijf van die curbstones weg om niet in dezelfde problemen als Nicolas de Val te komen, die zelfs niet op slicks rijdt. Vanaf ronde 5 begint het droog te worden en kan ik de Super 7's gaan inhalen die op de rechte stukken wat langzamer zijn, maar in de regen een relatief hoge bochtensnelheid hebben. Remmen doen we nu op ongeveer 100 meter, terwijl je onder goede omstandigheden met een radical op 60 à 70 meter voor de chicane nog kan remmen. En je ziet hoe voorzichtig het hier gaat op die droge lijn. Eén foutje en je ligt eraf. Mijn doel is om de wagen heel in de pitstraat te brengen, zodat mijn teammaten verder kunnen. Als mijn stint erop zit, ben ik blij dat ik het er zonder kleerscheur heb afgebracht en geef het stuur over aan Ton Verkoelen, die onze derde plek moet verdedigen. In de tussentijd is het inderdaad gestopt met sneeuwen, dus Ton en John Asakskoeken kunnen snellere rondetijden gaan rijden. We liggen derde in de klasse, maar dat moet beter kunnen. Het belangrijkste is echter om op de baan te blijven. En John vraagt me naar de toestand op de baan. It's so slippery. The only thing I've been doing is try to keep the car in one piece. Yep, it's unbelievable. Now it's getting better because now you get the dry lines. But it's, and I think my tires were a little bit too hard. Yeah, so it went all the way. The only thing I was doing is keep it in one piece so that you and Ton could race. So that's why we're here. Yeah. Where is it worst and where is it best? Well, there's an oil track on the back with a long left one. Yeah. You see it. Somebody spilled gasoline, I think. That's tricky. Yeah. And well, the chicane is okay now. The beginning was terrible. And coming out of the after the chicane, you go to the right, that's okay. But then you go to the left and there you have to be careful. But everywhere you have to be careful. It's unbelievable. Nicolas de Val in derde positie is Benny Goossens al voorbij en naast nu op Mark Hallard in de Norma Forum. En kijk eens hoe die auto rookt. Die heeft een probleem. Daar komt die aanval, dat moet hij aan de binnenkant doen. Dat gaat Hallard blokken. Nee, die gaat opzij voor de nummer 2 in de race achter de leider Henk Hane hier in de busstop. Op naar het rechte stuk. De twee Wolfs weer aan kop.
Nou, ook met intermediates is het nog steeds oppassen geblazen. De ervaren Bas Koeten managt de twee nieuwe Wolfs en hij legt uit wat voor auto de Wolf precies is. Het is een sportprototype CN. Het zit echt net onder de LMP2, Le Mans prototype, daar zit het vlak onder. Het is een auto met een S2000 Honda motorblok erin, 255 pk. Dat is niet veel in verhouding. Maar de auto heeft zo'n enorm aerodynamisch pakket erop dat je de bochtensnelheid is zo immens. De aerodynamica, dat doet het bij deze auto. Het is een Formule 3 auto met dichte wielen. Ton doet het goed en staat op het punt om aan te vallen en de tweede plek over te nemen. Maar ook Ton neemt geen risico en nadert uiterst voorzichtig. Daar komt die aanval, blijft aan de buitenkant en gaat voor de bocht uitremmen. Dat lukt en topspeed ligt op de tweede plek in de klasse. Well done, Ton. Stick to these lap times and you'll be safe on P2. Na zijn stint is Ton tevreden. Hartstikke lekker gereden. Ja, veel beter als gisteren. Heel weinig kunnen rijden en vandaag ging het prima. Langzaam begonnen en het ging steeds beter, steeds sneller. Totaal geen gekkigheidjes, gewoon heel rustig en toch steeds snellere tijden gereden. Ga je me een beetje aanvoelen? Ja, het begint langzaam te komen. Ja. Morgen nog en dan denk ik dat het een fantastische wagen bent te rijden. Geweldig, heerlijk gereden. Goossens rijdt alleen en komt binnen voor de pitstop. Tijdens het tanken mogen er geen rijders in de auto zitten wegens brandgevaar. En dat is voor Benny een mooie gelegenheid om zijn handen te warmen. De Noor Jon Azakskoegen neemt het van Ton Verkoelen over. En als hij deze rondetijden vasthoudt en op de baan blijft, worden we tweede. Jon Azakskoegen weet de auto in tweede positie te houden, wat een tiende plek overal blijkt te zijn. En dat is niet slecht. Hij komt dan ook binnen alsof we gewonnen hebben. En Ton Verkoelen is de eerste die hem feliciteert. It was fun, but it was extremely long. Too long. I was thinking several times. When are they going to give me the second flag? Hartstikke lekker gereden. Ja, veel beter als gisteren. Heel weinig kunnen rijden en vandaag ging het prima. Langzaam begonnen en het ging steeds beter, steeds sneller. Totaal geen gekkigheidjes, gewoon heel rustig en toch steeds snellere tijden gereden. Ga je me een beetje aanvoelen? Ja, het begint langzaam te komen, ja. Maar de winnaars van vandaag zijn de tweelingbroers De Val in de Wolf GB8 van Bas Koeten Racing uit Nederland. Ondanks dat wij blij zijn met onze tweede plek in de klasse, gaat de overwinning naar de twee Wolfs met Henk Hanen, Naomi Schiff en de broers De Val. Obviously, like I said earlier, the more seat time, the better we'll go. So now we had a good an hour and 15 minutes driving. So step by step, we're getting closer. It's difficult on the track. For me, I thought it was better. Obviously, because I'm getting more seat time and getting more used to it. But it was a little bit difficult with the dry line and the wet line to overtake the other cars. But in general, it was quite good. Een goede auto, uitstekende rijprestaties en de juiste banden hebben vandaag het verschil gemaakt. Was the right choice. It was very slippery on the first few laps because I think there was some oil on gasoline from the previous race. So on the fourth lap it was actually nicer to drive, but it was very damp outside the racing line. It was wet. It was dry on the racing line. So the intermediate was brilliant because you had to overtake. Three times the lap, so you have to go outside, so you have to use that. We zijn aan het einde van een geweldige, echt hele leuke racedag. Ondanks, want je vergeet als die bekers er staan, dan vergeet je het allemaal. Ja. Dan was het gewoon fantastisch. Want ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Want ik zat echt met mijn billen geknepen om die auto op de baan te houden. En dat was een gevaarlijke situatie. Ja, want heel simpel, op het moment dat ik hem tegen de muur zet, kunnen die twee mannen niet meer rijden. Jij zit met een bak ellende. Wij zijn boos. En jullie zijn boos. Dus we hebben het gered. Dit was Topspeed. Tot volgende week. En volgende week zijn we weer op circuit van Spa. En dan gaan we sprintraces rijden. Tot volgende week. Topspeed wordt mede mogelijk gemaakt door Corporate Fashion Industries, GA Motorsport, Olympia Regio Zeeveld en State of Art Menswear.